hier links van mij de parkeerplaats verlaten? Let jij of de voertuigen hier de plaats delict gaan verlaten? Is het hier dan? Ja, hier beneden. Bij die huizen. Kijk op je map, dan zie je toch die gele pil staan. Oh ja, sorry. Ja, ik zie het. Zou ik gewoon even achter de struik even daar staan? Dan heb ik wat beter zicht. Ja, maar nee, jouw pakje valt echt zo ontzettend op met dat fluerend ding. Als ik niet ga liggen. Ja, probeer maar. Is goed. Liggen, niet rennen, niet rennen, dat maakt te veel lawaai. Wat zie je? Wat zie je? Ik zie een witte voertuig staan en een zwarte voertuig. Voor de rest zie ik nog niks. Oh jawel, jawel, een busje. Een busje achter. Kleur van busje? Bruin-grijsachtig. Attentie aan alle eenheden die beschikbaar zijn, graag even schakelen naar kanaal 0. User joined your channel. Hallo. Yo. User joined your channel. Wat is hier aan de hand dan? Is hier een verdachte situatie bij de pillen. Hey, iemand zegt wie weet waar de restaurant is. Ik zeg wel ik. Kom ik daar aan met de politie? Hey, ik moet nog 900 euro munten en dan kan ik een Lamborghini kopen. Netjes, netjes. Ik zie hier illegale activiteiten bij de ecstasy plantage. Ja, ja. Is er iemand onderweg? Oké, ik zie nou iemand lopen bij het voertuig. Ja, ik kom eraan met de Audi A6, als jullie... Ja, ik weet niet of ik dan op tijd ben, maar... Ja, ik stuur wel nog even noodoproep. Oké, okay, kom terug, kom terug, kom terug. Ja, kom dat terug. Kan ook. Dat doe ik dat wel. Oké, dan je... Is er nog versterking nodig bij de... Is het zwarte busje, hè? Steve? Ja, wat nu wegrijdt. Ja, nu wegrijdt daar. Kapot achterlicht. Is het een achtervolging over? Ja, nee, nog niet. Maar hij heeft ons nog niet gezien, denk ik. Hij staat nou stil. Ik kom eraan niet stil. Ja, is hij weggereden? Nee, hij staat. Hij rijdt nu weg. Hij rijdt nu weg. Achtervolging. Hij komt deze kant op. Hij komt deze kant op. Rijdt off-road. De 1040. Oké, stop tegen. Achtervolging, achtervolging. De 108 koppelt zich over. Rijdt Palito B in, over. Rijdt Palito B in. Welke snelweg gaat hij pakken naar de stad? Hij rijdt nou recht door Palito B af. Op de hoofdweg. Het kan maar onderweg. Het is begrepen, als hij via de snelweg gaat van de legerbasis, moet ik even melden. Kan ik hem daarop wachten? Negatief, hij rijdt van de legerbasis af, dus richting de Wietvelden. Over. Richting de Wietvelden, dus zijn de short snelweg. Ja. Oké, als hij richting de stad gaat, moet ik even melden. Mogelijk kan ik spijkermat gaan plaatsen. Je kunt de locaties sturen. Spear shift de velg.
Want als hij daar de grens gaat, je ligt gaat, dan... Team 14, even melden als hij richting stad komt. Dat is begrepen. Het voertuig is een donkerkleurig Medi-Weather jeepje. Begrepen, ik ga naar de grens. Het rechterachterlicht is kapot, over. Ja. Hij rijdt nu de tunnel in. Dachten zijn mogelijk vuurwapengevaarlijk. Ze waren letterlijk betrapt op de ecstasy-plantage. Ja, ze denken BTGV van toepassing is hier. Denken je veiligheid. Heeft u nog een locatie? Rijden nog steeds op de snelweg richting de stad over. Goed, ik Als het zeker is dat hij echt dus snelweg via de stad neemt bij het ziekenhuis, moet even melden, dan kan ik spijkermat erop gooien. Dat is genomen, over. Rijden nog steeds op de snelweg richting de gevangenis, zeg maar. Ja, we naderen zo meteen de tol. Hoeveel 1-1 zit erachter? 1. 10-14 zit erachter. We naderen nu de tol op de Senora Freeway. Spijkermatten geplaatst. Spijkermatten zijn al geplaatst. Ja, banden zijn lek, over. Dan komt de Tino applicant in dan. Goede samenwerking. Positief, alle vier de banden zijn lek, over. Hij voert nog verder. Ja. Voertuig rijdt nog verder. Alleen dan rijdt niet meer zo snel. Hij remt af. Hij remt af, voertuig remt af. BTGV. Nee, hij geeft weer vaart. Hij gaat. Oké, BTGV. Gedacht, rent weg. Hij gaat richting de jail. Welke richting rent de verdachte? Hij rijdt richting de jail, over. Rijdt of rent? Rent. Hij gaat te voet verder. Okay, hij rent richting de gevangenis. Positief. De 1008 ziet jullie rennen en is met het voertuig aangekomen. De 1014 steeft die blijft bij het voertuig staan. Positief. Wacht. Rent de snelweg. Op. Tens collega Steve, zou jij het voertuig even kunnen controleren alsjeblieft met je F6 spier? En hoe doe ik dat? Met de F6 spier. Ja, ga ik doen. Goed, je bent aangehouden bij het mogelijke doen van drugsactiviteiten. Negeer een stopteken en roekeloos rijgedrag. Je hebt niet antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Ja. 1014, kan nu de verdachte meenemen? Die kan ik meenemen. Heb je voorwerpen bij je die je niet hoort te hebben? Of waar ik mee kan baseren? Heb je voorwerpen bij je die je niet hoort te hebben? Of waar ik mee kan baseren? Ik heb niks bij me. Niks bij u. U bent niet verplicht om op mijn vraag te antwoorden, maar waarom reed u er vandoor? Vond ik leuk. Oké, het voertuig is van Verblok. Dus, heeft u een ID-kaart bij? Ik heb niks erin kunnen treffen. Fouilleren dan. Okay. Ja, persoonlijk zo gefouilleerd, heeft ook niks bij. Dat is genomen, over. Ja, dankjewel. Persoon is ook Verblok. Pardon? Steve, zou jij de kofferbak kunnen controleren, over? Ja, ga ik doen.
geen UFO te zien, ook geen visum. En u reed wel achter de grens gebeuren, dus daar komt hij bij op. Persoon, de persoon heeft ook geen visum, dus hij hoorde niet aan de andere kant mogen rijden over. Hoe kan ik de kofferbak open doen? Even kijken, u heeft pittig wat openstaande boetes openstaan. Dat is sowieso wel over de 10.000 euro. Dus die kan je ook meteen afbetalen of er gaat wat voor zitten. Ja, dan ga ik er gestolen over politiemotor 1009, eventjes een stafzaakje. Waar dan? Ja, dat weet ik niet, maar iemand meldt dat. Moet even naar die melding toe gaan, dat is even een stafzaakje. Oké, momentje. Kan de team 14 deze kant op komen rijden? Met een dienstvoertuig. De team 14 is hier even met een voertuig bezig die bij een achtervolging betrokken was. Ja, dat is begrepen, maar ik heb het over de verdachte die mee moet. Ik kijk, ga maar even ophalen. Is het rijbewijs in voor de Veneze man waardig of is dat niet zo erg? Jazeker wel. Ja. Oké, nou dat met het droom allemaal wel. Is de voertuig al gecontroleerd? Voertuig wordt nu opengemaakt over. Voertuig is ontgrendeld. Laten we eens even kijken wat erin zit. Positief 150 stuks aan ecstasy over. Meegekregen? Ja, negen. Positief. Ja, dat is kut. Oké. Okay. Hey, Sjoerd. User left the channel. Ja, hallo. Sjoerd? Ja, wie riep mij? Wie riep mij? Ja, hey, moest ik bij jou de... Even via in game praten als je het kan. Dit is voor partydiscipline. Wat wil je zeggen? Kan ik bij jou nog de rijopleiding doen, of niet? Een rijopleiding voor de... Ja, voor de politie, ja. Nou, we hebben daar sowieso een pakket voor, hè. Dus dan moet je, allemaal theorieën, et cetera, er ook nog bij. Dus dan moet ik een hele training gaan geven en het is nu eigenlijk druk, dus nu kan het eventjes niet. Dus nee, okay. Nee, is goed. Nee, is goed, joh. Kijk maar wanneer je kan. Ga ik weer verder naar mijn dienst, ja? Yo. Binnen hoeveel, over hoeveel minuten zijn we er? Dat merk je vanzelf als we er zijn, hè? Ja, maar ik moet heel even, out of character, ik moet heel veel iets doen beneden. Want mijn moeder roept. Nee. Dan ga maar even, dan wachten wij. Hoor. Ik ben over 3 minuten terug of zo. Ja, is prima. Yep. Dan mag meneer even uitstappen. Nou, is je al terug dan? Ja, ik ben net terug. Top. Kijk, ik heb hier een aspirant in opleiding, die ga ik even uitleggen hoe alles werkt. Steven, mag even bij die persoon gaan staan. Dan mag je hem meenemen. Ja, en hoe doe ik dat? De F6 spier en dan de burgerinteractie. Toch geen slim idee van je om met drugs te beginnen. Tina gaat die kant op naar het gevecht over. Dat is genomen over. Ik kreeg een melding van iemand van de ANWB die had een motor
politiemotor moest hij wegtakelen. Daarvan kreeg de ANWB een vuurwapen. Die heeft hij inmiddels al bij mij ingeleverd. Oké, kan die los, collega? Je mag hem hier even in de cel plaatsen, hoor. Is goed. En dan mag je hetzelfde doen wat je net deed, zodat je hem losmaakt. Wat zei je? Je mag hem nou loslaten. Op dezelfde manier als dat je hem vastgepakt hebt. User joined your channel. Yes, en dan de cel afsluiten.